Ik ben heel benieuwd wat dit is, jongens. Ik had dat heel vreemd. Toen ben ik uit de party gegaan en ben ook binnen. Ja, ik vind het een leuke game, maar ik zou bijna stemmen voor een andere competitie, dat is gezegd. Ik betaal hem heel veel. Maar dat is bizar, het lijkt wel alsof wij de hele tijd de enige zijn die dit hebben. Ik snap daar geen reet van. Misschien heeft het te veel internet van ik. Nou wel, wat denk je? Nee, dat zou toch niet mogen. Nee. Ja hoor, ik sta gewoon in die chicane. Ik sta in dat kleine bokje in je ene. Je hebt niet de juiste volgorde aangehouden, Frits. Smasher staat bij mij derde. What the fuck? Hè? Ja. Hoe staat Smash derde? Iedereen staat goed. Ja, dat is toch gewoon... Ja, gewoon rijden, dat klopt gewoon. Ja, mijn auto is, ja mijn dit auto is gewoon waar. Dit is gewoon de waarheid. Hé, maar iedereen rijdt nu, of niet? Ja, iedereen rijdt lekker door. De rode door, niet zo. Die smash, jongen. Nee, er staat altijd stil. Wel wat. Er staat één iemand stil. Echt. Ja, dat nee, er staat niemand stil bij mij, hoor. Ik zie eentje op de kaart spinnen. Nee, maar, oh jawel, ja. Oh, dit is te laat remmen. Is er nog iemand die stilstaat? En ik zie nog iemand stilstaan. Ik rij alleen jij. Ik rij alleen jij. Ik zie ook iemand stilstaan na de schaam, koppel. Ik kan even niet kijken, is er een bocht? Ja, dat loopt pas. Nee, ik zie er inderdaad maar eentje. Nee, ik zie er ook een. Fucking hell. Oh, sorry, Tips! Oh. Altijd dezelfde. Ja, dat ik zat ernaast. Waar je heen kon, hoor. Ja. Nee, dat klopt. Altijd. Ik zat ernaast, dus ik... Ja, en ik was hem aan het houden, dus ik, hij slipt al wel in bij mij, dus... Ja, dat maakt niet uit, ik heb het. Dit is echt verschrikkelijk, man. Maar ik ben in ieder geval blij dat, dat de seizoensontknoping niet als een nachtkaars uitgaat. Er staat er een af. Wie in plaats van Smash stond? Ja, Rudolf. Ja, ik had even mijn mic niet. Ja. Ik heb niks gewonnen aan die kredit, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar... Dat is Erik ook. Nee, hij vroeg voor wie Smash Rocket in de plaats stond. Dat zei Rudolf. Ah, oké. Okay. Ja, ik had helemaal geen mic genoeg. Ik ben natuurlijk toen gekwit, hè, weer teruggekomen. Ja, maar dat heb ik gecontroleerd. Je stond bij mij, je stond gewoon achter Sky. Zo is het ooit. Maar het verhaal dat Rood Smash die Sky, wat wilde je doen? Afsnijden? Waar? Nee, die net bij die bochtje. Nee, ik kon hem niet houden. Hij brak uit. Dat is niet afsnijden, dat was maar dit. Drank. Ah, dankjewel man. Zeker waar. Zou je wat wij... Na de race kom je wel weer even, toch? Ja, ik moet even af. Ja, dat snap ik. Is dat zo, jongens? Is goed, jongen. Jojo. Jojo. Dat is mijn tiende plek. Voor ghosten. Gelukkig. Oh, gelukkig ghosten we daar, inderdaad. Zo, jij gaat vroeger remmen. Nee! Nee! Nee, 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 mijn tv gaat uit! Nee! Technical problems, technical problems. We have an issue with your screen. Oh, gelukkig lag de afstandsbediening echt naast me in de handbereik. Oh, dat was even zweten. Oh. En dan denk je de Formule 1-coureurs dat het zwaar hebben. Ik wou zeggen, die hebben niet met dit soort shit te maken hoor. Geen internetproblemen, geen tv's. Nee, je moet uit van de motor alleen maar redden. Ja, ja, maar dat kunnen wij ook hebben, dus... Uitvallende tv's. Ja, precies. Niet startende grid. Sommigen hebben dan een vriendin die gaat stofzuigen, de was draait. Blad blazen. Ik probeer eraf te richten, maar het gaat me niet zo goed. Ja, dan moet je zo'n onderriem kopen die zo'n schok geeft als ze wat zegt. Oh ja. Het heeft me wel wat tijd gekost dit, maar...
Ik vind het wel mooi dat... tegenwoordig, hè? Ik zou geen advies nemen van de game wat single is, Sky. Nee, dat doen we niet. Daar is een reden voor, hè? Als hij daarbij al zijn ex een hondenband heeft opgedaan, dan weet ik al niet. Dat kan best kinky zijn, hoor. Maar dat zou ik dus wel een relatie hebben gehad om een ex te hebben. Dat is wel... Ja, 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 daar ga ik ook vanuit. Ja, dat is er dan maar eentje, maar... Nichtje telt niet. Oeh. Keep it in the family. Alleen die Limburgers denken zo, hè? Echt, hè? In Limburg kan dat nog gewoon, hè? Fucking nep Duitsers. Ja. Is het net als Volendam, helemaal incest? Ze stappen om rondjes. Nee, maakt wel plek voor je vrij, Kiko. Ja, Kiko heeft dezelfde auto, maar niet dezelfde livery. Maakt wel ruimte voor je vrij, man. Dus laat het clean houden. Geen zin met schaduw hier. Jullie hebben zoveel misgesteld op het rechte stuk. Ja, dat is ook de enige dan. Ja, je rijdt echt weg. Ik weet niet wat je probeert, Kiko, maar... Maar hij, dat is heel raar rijdt die Carlijnen. Ja. Want eigenlijk dat het niet kan gaat, je doet waardoor die niet... Je moet ook nog remmen, hoor, ik weet niet. Het zijn bochten waar je het inhalen bent en dan... Ik snap dat je later probeert te remmen, maar... Die lijn kan ik inderdaad niet volgen. Kijk, hier moet hij het doen, maar dan doet hij het niet. Maar je kan het niet zo, zoals hij het doet. Oh, nee, hij doet het te laat. Dan kom ik hier, heb ik hier geklooid met die lijn. Ik wist je toch een podcast hadden hier. Oké, rustig. Jezus, stomme stuk strontzagrijn. Punt had je gisteren, Kenzie. Is je lekker mute of zo? Dat kan toch niet tijdens de race, joh. Ja, 0 punten had hij gisteren. Komt hij nu een beetje stoer doen? Ja, Kenzie, dat is echt niet normaal. Dan moet je ook gewoon je mond houden, Kenzie. Godverdomme, ja, nu word ik boos. Dus, het is... Oké, nevermind. Precies, Kenzie, af. Nee, niks af. Je moet gewoon 5 minuten je mond houden. Jezus. Hoezo, wie praat er nu? Jij, de wie praat er nu voor een minuut of twee door? Kom eerst maar eens een keer in de punten, Kenzie. Oeh, gevoelig punt. Echt. Gevoelig punt. Coco, die is zijn banden aan het verbranden, jongen. Dat kan niet anders. Maar prima. Ben ik er zo vanaf. Jo, hij ligt wel af.
Max in de pit? Ja, hij haalt van de baan. Ja. Ja, hij zit niet in de voice chat, of wel? Nee, mijn banden zijn op. Oh, met wel. Ja, dat gaat wel pleuris hard hoor, banden. Nog drie, wat is het? Vier? Ik weet niet waar jullie op rijden, maar... Softs. Ja, ik ook. Wij beginnen richting de helft te gaan, hè? Ja, ja, aan de rechter, of aan de linkerkant alleen. De linkerkant, ja. Klopt. Oh, kut. Godverdomme. Te glijden. Ik zeg, dit is ook voor mij pittig hoor. Ik ben hele andere lijnen aan het rijden nu. Ik begin het nu ook te voelen inderdaad. Benzine is inderdaad het probleem niet. Brandstof. Ja, dit wordt wel een beetje gekke werk. Mijn banden zijn gewoon op nu.
Roda, dankjewel voor die follow. Ik hoef een keer geen schade te repareren. Ik wou net even smash zeggen. Ja, het gaat nog. Oef. Het gaat lekker hier. Keep calm en keep busy of zo. Hè? Ja, precies. Kun je nog een aansluiting vinden met de top? Nee, joh. Welke plek zit je, Smash? Hier. Ik zit op 4. Oh, nou. 20 seconden op Koos. En ik hang aan zijn staart. Oh, wat doe je nou? Links. Ging het zo goed. Ja, mijn banden die gaan aardig. Ja, nu moet ik... Ah, oh, godverdomme. Wat doe je allemaal, Smash? Dat ding glijdt. Ja. Wat voor een tori. Daisy, wat doe je? Ja, wat doe je? Gast, ik kan... Ja, kan we er niet zomaar voorbij zetten. Nu ook niet zeker. Ja, maar dat dan toch het rechte stuk net iets harder, ik denk dat hoor. Mm-hmm.
is ook het enige, maar... Tering, man. Oh, ik tikte hem bij, door bij, bij tanken. Zo goed. Ah, ik heb het eruit van de vijfkruis. Gezondheid, man. Vlekkeloze fingertips? Ja, hij wilde niet. Dat zit er wel voor, maar... Om alleen maar over te schakelen kan je net weer bijhouden. Oh, ik zit aan de binnenkant daar. Hoe kan ik niet meer? Nee, wat doe ik? Dat ging niet later remmen dan mij, want ik remde al heel laat. Nee. Ik zei, ga je nog remmen of niet? Ja, ik zat uit te kijken, maar... Ja, ik rem altijd heel laat. Ik was op die radar aan het kijken. Nou. Moet je niet doen, hè? Ik wilde niet heel aanduwen. Ja, we zaten naast elkaar, hè? Ik zag jou niet, dus ik denk, ja... Ik had als kind stuur. Ik zat in de buitencampus, dat had geen kwaad gekund. Mensen kon je net niet pakken uit de pit.
verneukerd. Ik ook. Godverdomme. Nee! Oh, gelukkig. Kut! Je spinde niet! Het was wel de bedoeling dat je dan zou spinnen, hè? Nee, zeker niet. Jezus, je kent me. Welke banden heb je eronder? Medium, man. Ik durf dit niet aan, man. Ik ben gewoon voor hard gegaan. Ja, ik nu ook. Nou, ik heb geen tijd gehad om tactieken te checken, dus ik ben maar gewoon op gevoel gegaan. Ja, ik ook niet. Ik heb het puur op gevoel gedaan, maar als ik zag hoe snel mijn rode band op was. Ja. En hoeveel tijd mij dat kostte per ronde. Kwam er op een gegeven moment kwam er echt letterlijk een seconde per ronde bij. Ja. Ja, want toen ik ging pitten, toen liep ik 8 seconden achter op jou. En toen jij terugkwam was het 2 seconden of zo. Ja, daarom. Ik ben te lang doorgereden op die zachtere band. Ja. Volgende stop ga ik wets erop leggen, hoor. Bluff. Doe dan. Wie had dat ook alweer gedaan vorige keer? Ik weet het niet. Jij dus. Oké, cool. Maar ik wist al hoe sneller jij was, dat je op een zachtere compound moest rijden. Dus ik had zoiets van, ik moet even 3 aanvallen afslaan of zo, en dan zullen ze banden wel op zijn. Dat is je geluk, kan ik je vertellen. Maar ik wou zeggen, dan zullen ze banden wel op zijn en dan kan ik gewoon weer normaal blijven rijden. Ah, gezellig Rudolf, tof dat je erbij bent, man. Tip zo hard loopt die Citroën op het rechte stuk. Als je een moment hebt, dan probeer ik de fout. Want? Nou gewoon, die loopt bij me uit op het rechte stuk. Dus dan zou betekenen dat je... Oh, en dan ben ik nog echt aan het cruisen. Vanwege mijn banden. Ben je aan het cruisen? Ja, want ik rijd op mijn mediums, dus ik kan helemaal... Oh shit, what the fuck ben ik aan het doen? Die loopt bij me uit, hoor. Ik ga nu... 170 en dan moet ik hem. 170? Ik denk altijd je 72 bedoel. Wat ben ik aan het doen, joh? Nee, 170. Ja, volgens mij ja, staat op miles inderdaad. Ja. Oh, dat kan ik zeggen. Ja, ik let er nooit op, joh. In het echt kijk ik ook niet hoe hard ik rijd. Weet je, ik weet het wel. Oh ja, dan kan je wel last van. Ik wil met verkeer meegaan. gewoon gas geven en als iemand harder gaat, dan haal ik weer in, weet je. Alleen waar ben je bij Utrecht geweest? No keer. Nou, bij Utrecht te snel, ik weet het, daar werk ik, dus dat... Ja, nou, ik moest een keer van Schiphol, toen was het 30-60, toen reek ik maar 120, maar dat mocht dus niet, kutzooi. Ah, trajectcontrole, ja. Ja, die was net ingegaan toen ik de weg reed, had ik helemaal niet opgelegd. Heel veel mensen hadden dat, hoor. Ja, dat klopt. Ja. Ik moest de familie wegbrengen. Ik dacht, nou, trap ik even naar huis en dan ging maar niet. Ja, ik heb hem laatst bij Utrecht ook nog gehad, hoor. Als trajectcontrole kreeg ik 2 km per uur auto's, hoor. Dan pakt hij gewoon. Op de A9 kan je echt racen, hoor. Dat is een racebaan geworden sinds het bepaalde Ik rij altijd A2.
Oh, daar kan je ook wel gas geven. 150, 160 hoor. Ja, ik heb laatst in Duitsland nog zitten racen tegen een Porsche GT3 RS. Die kwam gewoon, ik ging 250 of zo. Het begon niet te knipperen dat hij er langs wilde. Ja, maar dat is bizar hè. Dus ik liet hem langs joh. Ik weet niet wat dat ding loopt, maar niet normaal. Nu ben je bij hè, nu zijn mijn banden dus op. Nou top, maar de mijnen zijn nog niet op 10%. Nee, ik rip mediums, dit gaat wel maar niet dus. En die mediums en die soft gaan echt maar een paar ronden mee. Kenzie rijdt volgens mij ook wel een lekkere race als dit zo zie, of niet? Dan moet je zo van praten. Koos heeft hem getriggerd toen hij zei eerst maar zijn de punten belanden. Ja. Waar moet hij nog pitten? Nee, dat heeft hij net gedaan. Dat heb ik gezien, dus. Netjes. Ik ben wel mooi fuel aan het zetten. Dus rijdt gewoon zwaar van de weg. Hoe lang dit in de pits om banden te wisselen eigenlijk? Nou, 16 seconden was het net bij mij. Ja, alleen de banden? Ja. Ja, en benzine natuurlijk. Ja, oké, okay, maar ik vraag me af hoeveel dat daarvan benzine is en hoeveel banden. Moet je tellen? Dat is hoe het best. In principe hoef ik mijn banden nog niet te wisselen. Met die hards en die gaan best wel lang mee. Job.
Hey. Uh-oh. Ja, ik rij ook niet vlekkeloos. Jij niet vlekkeloos? Nee, ik kom er gewoon eerlijk vooruit. Zou het eerst zijn als je dat wel deed? Ah, het gaat steeds beter. Dat kan ik onderschrijven. Ik ben trots op je, Smash. Hey. Jezus, Robba, god. Ja, man. Ja, gast, ik zit toch naast je? Kijk op je radar. Uh-oh. Kom op, Matte. Ik hoor het alweer. Nee, maar dit is echt niet mijn fout. Altijd even. Dit is gewoon mijn fout. Rustig. Oké. Ik zat naast je. Off the track. Is a giant lizard on the track. Dat is echt waar. Godver... Waarom ghost ik niet? Sorry, Wespet. Bad. Jongens, ghosting staat uit bij de koplopers. Ja, klopt. Ik kan er net in één keer achter. Oh, dat is wel handige info. Oh. Zeker weten, ja. Ja. Het is niet de bedoeling dat Caps dat zou weten, hè? Nou, daar is hij net achter gekomen, want ik knalde net tegenaan. Ik dacht dat hij ghost zou worden, maar... Caps? Ik moest de pit in en hij was rechts. Dus ja. Oh, shit. Stuur ik naar rechts. Maar ik denk, ja, ik zal er door me heen ghosten, maar dat was dus niet zo. Gelukkig geen schade. Ik wou net zeggen, gelukkig was volgens mij niks aan de hand, maar... Nee. Ah, daar ik is dacht ghosting het al. Niet helemaal mee eens, maar... Want die wil graag die plek hebben, denk ik. Tip, zit je in de pit? Ja, ik weet ook niet waarom, want ik volgde denk ik degene voor me op de racelijn. Ik wou net zeggen, ik zie jouw brandstof gewoon nog goed. Ja. Je komt mij wel kun je mijn brandstof maar... zien? Zit je, vind je te streamsnijpen? Nee, in de pit. Als jij in de pit zit, zie ik jouw percentage brandstof. Oh, okay.
fuck krijg ik hier een penalty voor? Wat is dit nou weer? What the fuck is dit nou weer? Sorry, Shay. Doe ik het weer, godverdomme. Heb ik daar mensen ingehaald in mijn pitstop? Dat lijkt het toch? Ja, ik kwam er al uit. Ik kwam er vol maar uit. Ja, maar ik ging heel snel weer uit, ja. En er waren dus vol mensen gaan pitten, maar ik was sneller. Okay. Bam. Ja, super kut, Sharky. Het is een keus. Sharky is over, of dat Kobe is overleden. Ah. Oh. We zijn er bijna, toch? Ja, bijna. Nog 10 laps of zo. Ja. Thank you.
Gun Devil. Ja. Welk soort banden rij jij? Hard. Oh, kut. Ja. Kut, ik had net gewoon mijn banden moeten wisselen, joh. Ik heb één keer banden ingewisseld, maar... Ja, ik doe een keertje de bedoeling. Ze slijten nu. Te erg. Bij dat gras, Sky. Kom hier voorbij. Ja. Ik kan niet tips. Ik rem lang uit. Alsjeblieft. Wel. Ja, koos mijn rechter, linker achterband. Is bijna helemaal naar de klote. Ik rij op hard, maar ik kan nu ook niet meer. Ja, misschien zou ik naar binnen moeten, maar dat levert niet echt meer iets op. Denk ik. Je kan altijd naar een zachtere band, hè? Snellere band, kun je weer naar mensen toe rijden. Super soft zou ik nog kunnen proberen, ja. Ik ben zelf naar de rode nu gegaan voor die laatste paar rondjes. Nou, super soft zou ik niet proberen, hoor. Ja, voor die laatste vier rondjes. Ja, zelfs dan al. Wat weg? Zelfs soft en dan gewoon langer rammen. Verschil per auto, hè? Ja, zeker. Ja, maar je redt het wel op, want zij lopen een ronde voor, dus 5 laps nog. Ja, op super source. Dus dat red je wel hoor. Ja. Ga het gewoon doen. Schijt, risico. Ja, wat heb je te verliezen? Niks. Nee. Maar super source eronder en knallen. Ik gokte het ook op de rode band nu, want toch niks te verliezen. Zoiets heb ik nu ook. Het gewoon proberen. Mijn brandstof houdt ook nog precies 5 ronden vol. Nieuwe route smash. Ja, mooi hè. Die kende ik nog van het oefenen. Ja, serieus. Dus ik kon makkelijk doorschieten. Jojo. Oké, ja, ik ben nu al bijna weer terug op de positie op dat ik zat, dus. Ja, dus je kan alleen maar wat winnen, toch? Ik wou net zeggen, er valt alleen nog iets te winnen nu. Oh, de vervaar of smash werk doet voor je, dan komt het goed. Ja, smash, die is even smashen. Ja. Skyrocket dus Forever lekker. Smash, kom. Volgens mij heb ik nog niemand geraakt. Nee, daarom. Nee, je bent trots op je smash. Ja, we zitten te wachten. Nee, ja, zo hoort het toch? De Smash Show Live Race doet het er goed. Ja, oh, zo ga je zeggen dat Ocon goed kan racen, hè? Kijk uit. Als, dat weet je, nou beter dan ons allemaal met elkaar, denk ik. Nou, nee. Nee? Nee? Nou, dat denk ik wel. Ik denk wij bij elkaar kunnen Ocon verslaan. Dit is Smash kan toch niet? Dat kan niet! Wat doen we nou? Kut. Het ligt allemaal aan de game, hè? Zeker.
Ja, Dunja heeft ook nog even stopje gehad. Ja, daarom, daar ging ik ervan uit. Wat te doen. Check, ik zit ernaast nu. Ik voel nog een mooie battle opkomen. Ja, ja. Nee, ik denk het niet. Heb je supersoft zonder gegooid? Nee, soft. Ja. Nou, maar dan wel. Dan wint hij het, ja. Ik ben gewoon 3 seconden sneller per rondje nu dan dat ik was. Kan zit erin. Check. Ik zie Kiko ook nog, dus die kan hem misschien nog pakken. Wow, wow, nee. Ja, je bent te vaak rondgespind. Dus gewoon te veel fouten gemaakt. Ja, ik ga, mochten we dit nog een seizoen doen, rijd ik voor een meer gangbare auto. Dus welke? Mercedes. Oh ja. Audi. Ik denk dat ik het volgende seizoen in Mercedes ga rijden. Nou, daar zit ik ook aan te denken. Goeie top, wel wendbaar. Wordt het dan wel een nieuwe Countryman op de nieuwe console? Ja, dat weet ik. Ik ga ervan uit dat die PlayStation pas volgend jaar uitkomt, hoor. Dus, Hij komt zeker dit jaar, hoor. Nou, er worden te veel games uitgesteld dat ik iets heb van, hé, daar zit iets achter. Nee man, hij komt dit jaar. Nee, dit gaat hem inderdaad niet meer worden, Gendevil. Je loopt uit, dus dat is klaar. Nou, we gaan zien 5 februari. Ja, is het nou 5 februari dan? Want ik heb nog geen officiële aankondiging gehoord. Volgens mij is het dan het event, dus... Ja, als mijn bron mag kloppen hoor, jouw werkgever, dus... Ja, dat loopt niet te vertrouwen. Nee, maar ik zie de PlayStation van volgend jaar komen vanwege dat alles is uitgesteld. Maar... Yo, Fippy. Nou, hij komt echt 100% dit jaar. Nou ja, als je nog niet eens zeker weet dat de aankondiging is, dan weten we dat ook niet. Wie gaat hem kopen? Ik weet niet wanneer de aankondiging is, maar ze hebben letterlijk afgelopen CES, dat is volgens mij deze maand nog, hebben ze gezegd dat hij dit jaar nog uitkomt. Dat was nog deze maand. Ja, maar komt hij dan in Europa? Ik verwacht een wereldwijde release. En misschien Japan later. Zoals ze dat toen ook hebben gedaan. Ja, dat kan. Wie gaat hem bij release kopen dan? Dan haal ik hem wel. Ja. Ik heb prijzen gehoord, 500-600 euro. Maakt er niet uit, je leeft op die andere in. Release. Was op Sky? Nee, joh, kom maar. Oh, en bij Sky, je leeft op je andere Xbox in, of ja, je PlayStation in. Ja. Ja, die moet je sowieso inleveren. Nee, maar dan krijg je de korting dus ook. Ik heb geen idee, is dat zo? Nee, ja, dat was met de 4 ook, dan leef je 3 in. Ik heb mijn 4 voor 105. Gun Devil, je past wel op, hè? Kom, God. Ja, ja. Man. Wat, veel? Ja, bij Sky achter. Ja, bij de PlayStation 3 leef ik veel meer korting. Nee, ik bedoel, de 4 had ik toen als aanbieding op bol.com. Toen was hij maar 150 of 140 euro, kreeg ik 2 games bij. Oh, zo. Ja, prima. Okay. Ja, dat is fair. Nou, dan koop ik hem wel. Dat is duurder dan mijn Xbox. Ja, dat klopt. Die was laatst ook in de aanbieding, toch? Ja, die was laatst ook goedkoop. Ja, dus die heb ik mooi. Als ik nog een Xbox erbij zou kopen, dan heb ik hier alles staan. Een Switch, een PlayStation, ja. Xbox, PC. Zo een keertje goed, zeg leven. Maar. Doe het. Weer geforceerd te rijden. Why so serious, man? Ja, gaan we de boordradio wachten dan? Zullen we de boordradio te hijacken? Hij heeft wel ergens een punt. Ja, ik mocht er niet van zeggen, dus maar goed. Maar als je niks ervan wil horen, dan ga je toch niet in de voice chat? Ben ik toch gek? Ja, nou ja, hele verhalen vind ik een beetje overdreven. Maar dat is mijn. Ik vind het geen probleem, maar... Hey, we kunnen het straks ook over hebben! Maar dat... Er zijn andere mensen anders in. Nee, ja, ik wou zeggen, ik reageer er altijd anders op. Vingertips zijn nog voor jou, Toos. Ik kan het pakken. Weet niet. Ik wij gewoon je slip verdienen. Ja. Vingertips.
binnen. Ah, hij krijgt die positie niet cadeau hoor. Nou, het is toch nog maar één ronde waarschijnlijk, dus... Ja. Dan ga ik zo zo'n plaats te doen. Oh no! Dank I fucked up. Nou, ik ben even misschien weer geluk, want de softs beginnen te begeven, die rode. Mm-hmm. Ronde 2. Oh ja, van de supersofts geen last nu. Maar die rode rij begint te zeuren. Nee, van mijn eigen rijkunsten, maar dat is een ander man. Ja, mijn mediums beginnen ook redelijk op te raken hoor. Jezus. De begint op te raken. Nou, oh, daar heb ik nog een half tank van. Dan heb je te weinig getankt. Ja. Ik hoop dat dit nog één. Oh, daar rijdt hij, nummer 10. Nummer 10, die rijdt voor mij. Ik weet niet hoe jij de race ziet. Nee, ben ik 10. Ik kom geen grim. Dankjewel, Oh, ik heb het foutief ingecalculeerd. Ik moet nog een ronde. Dat kan niet. Ja, daarom, dit is de laatste. Maar wij zagen ook één iemand niet, dus ik ben benieuwd hoe die grid te orde uiteindelijk is. Ja, ik ben de eerste geworden. Nee! Ik zal proberen met de brandstof. Oh! Jezus! Zag je het? Zag je het voorbij, Goos? Nee. Ik denk het dit. Nee, hij is Ghost, dus hij kan helemaal niks doen voor je nu. Hij is geen Ghost. Nee, hij staat ghost. Uit. Oh ja, dat is eruit. Dat vingertip is vlak voor hem, hij zit net achter Koos. Nou, zo vlak achter me zit hij ook weer niet hoor. Er zitten echt twee bochtjes tussen wat aan elkaar, dus... Ambities zijn hoog, jongen. Ja, dat gaat hem sowieso niet meer lekker, maar hij heeft wel een penalty. Je gaat net redden, maar die, dat is heel weinig gekozen. Nee, dat gaat je plekken kosten, ouwe. Yes! Lekker gevecht, kom op, gun me deze laatste race in de punten. Ik gun je helemaal niks. Laat het vuur. Zit toch in de punten, Tips? Ja, gisteren. Nee, je niet erbij. Eindelijk. Ja, nu als ik hem uitrijf, maar het ligt achterpad is op, dus... Hey, joh, seconde nog. Oh! Ik wou net zeggen, hij finish dan hoor. Ja. We zijn er. Nou ja, lekker toch. Leuk om te zien dat de medewerkers van Power Limited ook GT Sport spelen. Wat bedoel je nou, Phantom? Kom maar, ik reageerde wat heftig, maar ik was wat gefrustreerd door een actie voor van mezelf. Ja. Nou, we gaan het zo even terugkijken, ja. Kijken wat er gebeurde. Oh.